Hè? Ja, zeg dat wel. Voel je dat ook zo? Ja, tuurlijk. Naar iedereen. Heel hard gevochten vandaag. En ja, inderdaad. Op karakter? Ja, nee, zeker. Maar we gingen hier naartoe. We wisten dat zij ook een beetje kamikaze voetbal speelden. Alles één op één. En ja, dat hebben wij er tegenover gezet. En dan is het eigenlijk gewoon ja, eigen duels winnen om aan het voetballen te komen. Dus nee, wel compliment aan iedereen. Ja, toch had ik heel even bij het moment dat jij die 1-1 maakt, het idee van die gaat er met 600 km per uur het stadion naar de jaren. Hoezo dan? Heb je geen vertrouwen in mij dan? Absoluut. Alleen maar vertrouwen. Maar er zit een klein snufje frustratie bij. Ja, nee, maar hij kwam aanglijden, dus ik kon hem in die hoek leggen. Maar, ja, maar je moet rustig blijven? Ja, ja, nee, zeker, zeker. Dus nee, maar lekker had ik even nodig ook. Geen kortsluiting, gewoon rustig blijven. Ja, ja, precies. Is dat een les die je geleerd hebt dit jaar? Nee, nou ja, weet ik niet. Maar dit was gewoon, een spitsengoaltje, denk ik. Dus die moet je ook maken. Kan je vertellen wat deze overwinning met de ploeg doet? Nou ja, heel veel. Hè. Er komt natuurlijk een beetje druk bij kijken. En ik moet wel zeggen dat de staf heeft de druk echt weggehaald. Ja, we hebben gewoon ons ding gedaan. Een beetje plezier erin proberen te houden. En we zijn hierheen gegaan ook gewoon met volle vertrouwen. En ja, ik denk wel dat je gezien hebt dat we hier echt wilden winnen. Dat vind ik dan wel mooi om te horen. Want de trainer zegt aan de voorkant, ik wil echt die druk weghalen, plezier terug, terug naar de basis. Hoe doe je zoiets dan opeens? Nou ja, terug naar de basis, dat hebben we zeker gedaan. We zijn het gewoon heel makkelijk gaan houden deze week. Gewoon man volgen en ja, gewoon in de juiste kleur inspelen eigenlijk. Dus, dat hebben we ook gewoon tegen elkaar gezegd. Normaal doe je wel eens wedstrijdbesprekingen van tactisch doen we dit, daar een overtal creëren. Dit. En dat hebben we vandaag helemaal niet gedaan. Gewoon ons mannetje gevolgd en ja, gewoon eigen duel winnen om ergens door te kunnen voetballen. En, ja, makkelijk gezegd dan gedaan, maar ik denk wel dat iedereen keihard heeft gevochten vandaag. Zo simpel kan het zijn dan? Ja, terug naar de basis zijn we geweest, dus dat is mooi. En nu? Nou ja, nu hebben we volgende week hebben we even geen wedstrijd, dus deze was wel heel nodig. Ja, gewoon, het is nog helemaal geen Hosanna, we staan geloof ik nog 12e, dus we moeten nog gewoon een inhaalrace maken. Maar deze is wel heel lekker, nu even ietsjes het gas eraf en dan over 2 weken gaan we weer. En die goal voor jou, was het toch een soort van bevestiging? Van wat? Dat je het nog komt? Ja, ja, ja. Nou ja, tuurlijk. Het is even een iets moeilijker seizoen. Ik denk voor iedereen. Ook voor mij. En ja, hopelijk is dit nu het begin van een mooie reeks. Deze is lekker, Dirk. Ja, nou ja, vooral heel erg blij voor de jongens. Maar het allerbelangrijkste vond ik vandaag is dat we er een wedstrijd van gemaakt hebben. Tegen de koploper van de KKD, eredivisieploeg vorig jaar. Gewoon een sterke volwassen ploeg. En dan zie je ja, dat we als mannen op het veld stonden en ja, gewoon vanuit onze basisprincipe zijn gaan voetballen. En dat gewoon de hele wedstrijd hebben volgehouden, ondanks dat je 1-0 achterkomt. Gewoon met durf en lef spelen. Gewoon naar je kwaliteiten spelen. En dat hebben we heel goed gedaan.